Oké, welkom bij de nieuwe video van Topos. We gaan elkaar beter leren kennen door middel van wat leuke vragen, denk ik. Ja, we weten niet wat er komt, dat is toch leuk. Oké, wie zou er als eerste te laat zijn op de training omdat hij nog voor de spiegel staat? Wie is er zo ijdel? Ja. Ik weet het. Ja, iedereen hetzelfde. Oh nee, hoor. Nee, wij wel, man. Sterk! Ik niet. Ja? Te laat. Duidelijk. Carmen. Carmen. Hij staat dat weer. Voilà. Nee joh! Wat is dat nou? Hij vindt jou ijdel. Ja, een klein beetje. Duidelijk. Maar Koeman is inderdaad ook wel redelijk. Maar er zijn nog een. Dus altijd eventjes. Heb je al gezien wie ik heb? Sia, doe dat. Hey! Kastje. Ja, ook wel. Ja. Helemaal klaar om een kaps hoor. Zeker. Hij wil wat zeggen, ja, kom maar. Maar dat is Koeman is geworden. Ja, Koeman meeste stemmen. Ja, Jero, heet hij ook Koeman? Ja, ik had Koeman. Ja, maar wie heeft er het meest aparte ritueel of gewoonte voor een wedstrijd? Ik weet wel iemand. Ja, ik vind Levi op dan. Ja, maar, dat dacht ik ook, man. Dat doet hij toch altijd? Oh, ja, nu zeggen we, dat moet echt opschrijven. Oh ja, ik zeg het, niet schrijven. Pieke. Ja, duidelijk. Laks houding, man. Of dan. Hè? Huh? Oh, je mag eigenlijk niet van tevoren overleggen. Nee, maar... Dit is wel een beetje overleg, maar waarom? Dat is misschien wel fijn voor de kijker. Hij gaat altijd zijn vaste plekje kiest hij eigenlijk altijd. Dus als je in de catacomben staat, gaat hij altijd achter de... Hij geeft iedereen een hand voor de wedstrijd? Ja, hij staat als een trainer en staat hij bij de uitgang. En hij zit volgens mij een paar keer op de grond voor de wedstrijd. Ja, dat mocht je eigenlijk niet vertellen, Sjoerd. Maar goed, dat maakt dan niet uit. Nee. Ja, dat was geheim, maar... Jullie? Dus dat zijn twee dingen. En hij spuugt en hij... Hij staat dus een vaste plek in het rijtje bij de kinderen eigenlijk. Dat zit hij altijd. Hij staat bij de kinderen inderdaad. Als derde. Ja, valt niet op, zeg maar. Nee. Nu niet overleggen, jongens. Wie heeft de meest rare hobby naast het voetbal? Ja, Rick Stuyf van de Heer. Ik deed wel volgens mij... Was dat polstok diepzee duiken? Zullen we even de volgende vraag doen? Deze is een beetje... De volgende is echt leuk. Wie is het slechtste in FIFA? Staat dat, hè? Wie is het slechtste in FIFA, ja. Die speelt als FIFA? Ja, ik denk Niels. Ik ken het gewoon niet. Ik denk Niels. Nee, maar we moet zelf erin denken natuurlijk. Niet hardop denken. Is het Gio of Niels? Ja, ik heb niemand gezien. Ik heb wel vaak een Jantje, dus maar ik schrijf mezelf. Ja. Voor de kijkers. Jullie? Ja. Ja? Jullie hebben Gio, ik heb Cas. Oh, ik heb Hattie. Oh, je Cas gaat mee, hè? Cas kan nog wel een beetje. Vroeger veel gespeeld. Hij vindt er niet van af. Mooi dat hij me goed hoort. Ik hoor er nooit over. Brede denken. Ik heb een PlayStation in de auto. Nou. Files, jongen. Ja. Wie kan het slechtst tegen zijn verlies? 100% wit al. Dit is van mij duidelijk, hoor. Ja, dat is een van die Belgen, hè? Iemand... Ik weet nog wel iemand anders, trouwens. We gaan nog even schrijven, hoor. Ja. Ja, 100%. Ja. Ik denk de trainer. Oh ja. Ik wist niet of je spelers of trainer, maar de trainer kan redelijk slecht tegen ze verliezen. Is niet aan hem te zien. Nee. Ziet het er niet vanaf. Nee. Deze mensen. Ja. Toch echt, wie zou het snelst geschorst kunnen worden voor lange tijd? Ja, dat is dus wel duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk. Ja, wat af en toe nog wel eens kan hij nog wel een lekkere tackletje zetten. Ja, deze man wederom in de prijzen. Is niks persoonlijks, Olly, hoor. Wiens rijbewijs zou het snelst afgepakt worden? En de lantaarnpaal niet ziet, hè? Ja, Koeman heeft gewoon een lekkere Mercedes. Ik weet niet hoe Koeman rijdt, maar puur omdat hij een redelijk snelle auto heeft. Zou het zomaar eens kunnen, hè? Je weet het niet. Dat hij te hard rijdt, denk ik. Ja. Ik denk dat Kas ook niet last van het voetje hebt. Gio, ja, die rijdt natuurlijk. Ja, lantaarnpaal is zomaar omver, hè? Puur van over zeggen, hoor. Wie zou er als eerst een carrière vervolgen als voetbaltrainer? Nou ja, weet je waarom, ik denk? Overgrootste les. Ik denk dat we allebei voetbaltrainer worden. Maar ik ben wel een paar jaartje ouder. Hij is ik ouder. Denk dat ik eerder voetbaltrainer zou zijn dan hij. Ik word assistent van hem. Ja, ik denk dat wij met ons groepje wel een prima mentale begeleider, denk ik, Hattie. Zeker. Ja. En Gio? Ja, een beetje spion. Agressie erin gooien. Hij is een spion. Gio is fitness trainer, denk ik. Ja. Als je zijn kastje ziet altijd, dan denk ik fitness trainer. Catering.
Catering, ja. Ja, ik moet zeggen, iets wat niet met het veld te maken heeft. Ik kan ook prima, maar je weet natuurlijk ook. Ja, maar blijf wel binnen. Ik blijf wel binnen. Ja, ja, ja. Nee, we moeten ook in een warm land zijn. Ja, daar ben ik wel bij. Maar ze wel een Engels spreken. Oh, nee, laat dat maar zitten. Ja. Ja. Wie zou als eerste in slaap vallen tijdens een tactische bespreking? Zo. Van mij, hoor. Ja. Gerard. Piqué. Lorenzo. Lorenzo Piqué. Volgens mij is die... Welke bespreking is die niet in slaap gevallen? Ja, ja, hij wel. Ja, ik vind het allemaal niet zo heel belangrijk. Nee, Lootje die schakelt gewoon zijn man uit en... Opvreten, die tegenstander is genoeg. Niet te veel zeggen. Nee, zeker niet bij zo'n bespreking. Wie heeft de slechtste kledingsmaak? Ja, met die witte zakken kan je echt niet goedkeuren, hè? Ja, ik vind het een spijkerbroek met witte sokken en slippers. Ja, hij zit hier niet zo in deze kamer. Zeg je prima inderdaad. Lekkere badslipjes en witte sokjes staan. Ja. Onder een spijkerbroekje, nou, dat keuren we niet goed, hoor. Keuren we alleen niet goed. Maar hij heeft even Niels nog even een sneer. Waarom Niels? Wie zou je als eerst dronken tegenkomen na een avond feesten? Het is wie het zegt. De lus van Biri. Kas. Toch. Hattie. Hattie, ja. Hattie, 27. Vroeger Deventer heeft hij nog niet gehad, hè? Ja. Maar hij is nu verliefd, dus hij is nu wel beter. Gewoon. Wie was dat? Kijk die even, hè? Ja. Wie maakt altijd notities voordat hij een brief stuurt? Voordat hij dus überhaupt een WhatsApp bericht stuurt? Even kijken. Vriendin of kennissen. Dit is wel als het ziet, hè? Zo. Ja, dat weet je ervan. Ik zat in de auto en ik zie Hattie in één keer een heel bericht via zijn notities doen. Ik zei, wat ben je allemaal aan het opslaan? Maar hij zei, ik moet eerst nadenken. Goed nadenken wat ik met hem stuur. Dus ik wil even een goed bericht maken en dat verstuurd ik. Hij zei, dat doe ik wel vaker. Ja, het bijzondere eigenlijk is, dat wij de enige twee waren die het echt gedaan vonden. Ja, de hele auto eigenlijk. Dit auto hier. Zo, snap ik wel. Ik vond het slim. Ja. Dus ik zoek in de spiegel. Ja, nou ja, ik hoef daar niet over na te denken. Het is gewoon... Ja, maar je hebt het... De shoot is eigenlijk heel slim wat hij daar wil aangeven. En jij ook. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Top. Zo, pittig. Zo, dat is kom maar krachtig. Ja, dat moet wel. Nou, dat was hem. Ja, top. Ja, cool. Dat is leuk. Zo'n mooi streepje in de nek.